Calvin. Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. We zijn hier weer. Topverhaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Niet zo leuk dat jullie kijken naar exact deze video, want ik zou graag willen dat deze video niet bestond. Maar het is wel zo helaas. Namelijk, mocht je nou denken, hè, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Luister, ik kom misschien wel over als een blije jongeman die blij is in het leven en scheid heeft aan de rest van de wereld, maar niks is minder waar. Ja. Ik bevind me momenteel in een situatie waarin ik me liever niet had, had bevonden. Namelijk, ja, een beetje oude paprika ben ik aan het eten. Niet echt lekker of zo, als ik heel eerlijk mag zijn. Het zit als volgt. Afgelopen woensdag heb ik een video geüpload die jullie geüpload die jullie waarschijnlijk wel hebben gezien. Namelijk het feit dat er een naaktfoto van mij is. Ergens op de wereld. Ik ben blij, want hij is nog niet openbaar gemaakt. Thank God. Thank you. Mocht je nou denken, hè, hoe zit het allemaal? Hoe is het verhaal? Kijk dan even die video. Staat in de beschrijving. Staat hier waarschijnlijk ook wel naast of zo. Dan kan je gewoon checken. Mocht je nou de volgende keer dat zoiets gebeurt, wel op de hoogte willen zijn van het feit dat het überhaupt gebeurt, abonneer dan even op mijn kanaal. Dan zie je het sowieso als eerste. Snap je? Nu moet je helemaal terugkijken. Het is allemaal dom. Het is allemaal kut. Hey. Oké. Het verhaal is dus even in een notendop. Er is een naaktfoto van mij ergens op internet. Een of andere mafcase heeft hij gemaakt. Die heeft naar mij gestuurd met een krabbeltje op mijn pik, zodat je die niet ziet. En heeft gezegd: misschien ga ik hem wel openbaar maken. Misschien ga ik wel shownieuws opbellen. Misschien ga ik wel Boulevard opbellen. En ik heb tegen hem gezegd: papi, luister, ik maak een video helemaal dedicated aan jou. Ik ga gewoon openbaar zeggen wat ik ervan vind. En ik ga je vriendelijk verzoeken om het niet te doen. En als je op een of andere manier iets wil van mij, dan is hier mijn telefoonnummer. Dan kun je me bellen en dan is het klaar. Goed, ik heb contact gehad met mijn grote vriend. Ja, ik heb gisteren contact met hem gehad. Hij heeft mij gewhatsappt. Ik heb daar een aantal woorden met hem gewisseld. En ik heb afgesproken om vandaag te gaan bellen. En dat is exact nu eigenlijk. Ik ga met hem praten. Ik weet niet precies wat het idee gaat zijn erachter. Maar ik wil gewoon van hem weten waarom hij het heeft gedaan. Wat zijn plannen ermee zijn. Ik wil het gewoon opgelost hebben. Normaal gesproken zou ik nerveus zijn voor zulke soort gesprekken. Maar nu denk ik, ja, dit is toch geen andere optie. Ja, de enige optie is dat gewoon mijn naaktfoto live komt. En daar heb ik ook weer geen zin in. Ik ga hem dus bellen, nu. En dat film ik. En dat kunnen jullie dan ook zien. Zo werkt het op YouTube. Goed gedaan, Calvin. Bedankt voor je uitleg. Oké, dank je alsjeblieft. Yo, met Calvin. Hey, hoe is het? Ja, goed. Nou, op zich kan beter, maar ja, zo is het chill dat we even konden bellen. Chill dat je uiteindelijk wel contact hebt opgenomen. Dat vind ik alleen maar fijn, anders kwamen we helemaal nergens. Vertel, jij bent die gast die foto heeft gemaakt. Ja, klopt. En je hebt meerdere foto's gemaakt, zei je. En waarom? Ik wil gewoon bekend worden op YouTube. Je wil bekend worden op YouTube? Ja. En dat ga je op deze manier voor elkaar krijgen? Ja, dat is eigenlijk de bedoeling om die foto's naar kranten sturen of zo, of naar shownieuws. Maar ken jij één bekend persoon die op die manier bekend is geworden? Hoe heb je die foto gemaakt dan? Ben je gewoon echt letterlijk gaan wachten of zo? Ja, ik heb gewoon in het bosje gezeten in de buurt. Toen ben je huis en toen zag ik je langs lopen. Toen heb je snel een foto gemaakt. Je was daar wel echt heen gegaan om die foto. Het was niet toevallig of zo? Nee. Toen met de tram ben ik naar Ravenburg gekomen. En toen heb ik daar in het bosje gezeten. En gewacht dat jij naar buiten zou komen. En toen heb ik een foto gemaakt. Maar dat is toch bizar eigenlijk? Als je het hardop zegt zo. Ja. Maar je bent niet van plan om die foto's te gaan verwijderen? Nee. Oké. Heb je ook niet gezien wat alle comments onder die video van afgelopen woensdag? Die waren nou ook niet echt heel positief. Nee, klopt, maar ik begin wel bekend geworden. Ja, maar als... Je hebt niemand weet je naam meer. Mensen weten niet eens je naam. Je bent gewoon die ene gast die foto heeft gemaakt. Ik vind het allemaal een beetje raar dit. Als ik heel eerlijk ben. Ja. Waarom heb je die foto nu pas... Waarom heb je nu wat mee gedaan? Je hebt die foto een half jaar geleden of zo gemaakt. Dat was in de zomer. Weten andere mensen dit eigenlijk dat je dit hebt gedaan? Nee, dat weet ik niet, man. Hoe oud ben je? En je ouders weten het ook niet. Ik moet even nadenken wat nu handig is, hoor. Want het enige wat ik wil is dat je die foto sowieso niet openbaar maakt. Ik wil ook dat je ze verwijdert. Je zegt dat je dat niet van plan bent. Dat is kut, want dan komen we helemaal nergens. Ik ben wel boos. Ik klink niet heel boos, maar ik ben het wel. Ik vind het gewoon best wel irritant op deze manier dat dit gebeurt. En dat ik hier tijd aan kwijt ben. Ik vind het gewoon een beetje tijdverspilling eigenlijk. Ik wil wel een soort van oplossing. Kijk, ik wil eigenlijk gewoon naar jou toe. Ik weet niet waar je woont, maar ik heb vandaag de hele dag tijd om dit op te gaan lossen. Ik wil je gewoon ontmoeten. Ja, ik wil gewoon echt even goed met je erover praten. Dus zelfs met je ouders erbij. Want dit kan niet de bedoeling zijn dat je dit wil. Dat de hele bekendheid. Ding van, ja, allemaal leuk, maar dat ga je echt niet op deze manier bereiken. Ik wil heel graag gewoon naar je toe komen. Wil ik er gewoon even goed over hebben. Ja, wacht wel eventjes. Het is één rare gast. Ik heb zijn stem, kan ik niet helemaal goed laten horen. Ik moet hem een beetje vervormen, maar hij heeft echt een beetje een... Lijkt bijna niet helemaal in orde of zo. Ik kan vanmiddag misschien nog wel langskomen. Oké. Ik stuur het adres dan wel, ja. Oké, is goed. Alsjeblieft wel het goede adres sturen, want ik heb geen zin om helemaal naar Limburg te gaan om erachter te komen dat het gewoon een van de andere dom adres is. Ja, goed. Yo. Holy shit. This man. Dit was raar. Ik snap het gewoon allemaal niet meer. Ik ben eerlijk met je. I don't get it. Als het goed is, stuurt u mij straks een adres. En dan ga ik er gewoon heen. En dan zie ik jullie daar of zo. Dag! Oké, ik ben in de straat van mijn grote vriend. What is happening? Oké, het plan is dus even als volgt. Ik heb net gebeld. Hij zei dat ik langs kon komen. Hij heeft een adres doorgestuurd. Ik weet niet of het juiste adres is. Ik hoop het wel. Het moet als het goed is hier zijn. Ik ga hem gewoon aanbellen, denk ik. En ik weet niet of ze ouders thuis zijn of shit. I don't even know what this guy looks like.
Oké, het plan is nu dus om gewoon met hem te gaan praten. Ik ga niet boos zijn op hem of zoiets. Ik ga gewoon goed naar hem luisteren. Ik wil weten waarom hij dit gedaan heeft. Ja, ik hoop dat ik hem zover kan krijgen om de boel gewoon allemaal te verwijderen. Ik ga zijn gezicht trouwens blurren en zijn stem een beetje vervormen. Want ik wil niet dat jullie weten wie het is. En ik wil ook niet achteraf gezeik krijgen ermee of iets met privacy of shit. Dus dan weten jullie dat. Oké. Yo man, we hebben gebeld. Ja. Yo. Ja, zo is het chill dat ik kan komen. Kan ik binnenkomen? Ja, kan verder. Nice. Zijn we spullen gewoon hier kwijt? Ja, dat is goed. Ik ga mijn jas over de trap hangen. Woon je hier, met wie woon je hier? Kan ik hier naartoe? Ja? Ja, ik woon hier met mijn ouders en met mijn broer ook nog. Zijn je ouders ook thuis? Nee, die zijn niet thuis. Wil je misschien wat drinken? Ja, water is goed. Thanks. Ik ben trouwens alles aan het filmen. Vind je dat erg? Ja, is goed. Kan ik hier, kan ik de camera rechts neerzetten? Ja, is goed. Wel nice hoor hier. Wel gezellig. Ja. Mooi al lang hier. Ja, al heel mijn leven eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dat is sowieso chill. Dat ik een soort van hier mag inbreken in je privacy om te filmen. Ja. We hebben toch nog iets gemeen. Ja, nou goed. Ik ben hier met een reden. Ja, we hebben elkaar gesproken aan de telefoon. Dat was een beetje vaag. Ik snap er allemaal niet zo heel veel van. Dus sowieso chill dat ik gewoon langskomen. Daar hou ik sowieso van. Gewoon man tot man, zeg maar, even bespreken hoe het zit. Die foto's heb je zelf gemaakt? Ja, toen jij nog in Amsterdam woonde, ben ik een keer gewoon met de tram eigenlijk. Ja, hoe weet je waar ik woonde? Toen die foto, dat je op die steiger stond en bij dat speeltuin. En toen heb ik daar op jou gekocht. Volgens mij was het 's ochtends. Je bent gewoon 's ochtends naar Amsterdam gegaan. Alleen om die foto te maken. Ja. Ja, sorry dat ik lach. Ik vind dit gewoon fucking... Ik vind het best wel raar. Best wel een rare situatie. Oké, waarom heb je dan nu pas mij gemaild? Want het is echt al 8 maanden geleden of zo. Ja, maar ik heb ook nog andere foto's van andere YouTubers. Met andere YouTubers? Ik ben een soort van collectie aan het maken. Maar wat voor foto's? Nou, dezelfde als die van jou. Hé, maar je bent... Wacht, ik moet het even goed begrijpen. Je hebt foto's van mij en van andere YouTubers, heb je al. Ja. Naakt. Ja, naakt. Waar heb je nog foto's van gemaakt? Ik heb een hele collectie eigenlijk. Maar je bent dan gewoon echt fucking lang mee bezig. Kan toch eigenlijk niet? Het is eigenlijk super raar toch om het te doen. Hoe oud ben je? 15. En je gaat gewoon naar Amsterdam om foto's te maken. En je bent allemaal bij hun huis en zo geweest. Ja, ik heb in achterhaal waar de al die YouTube sterren wonen. En daar heb ik dan volgens gewacht om de foto's te schieten. Fucking raar. Dat kan toch eigenlijk? Dat is toch... Kijk, ik vind het voor mezelf wel verschrikkelijk. Het kan best wel een soort van carrière waar je hard voor gewerkt hebt, kan een soort van kapot maken. Als ineens gewoon die foto's naar buiten komen. De namen die je net zegt zijn wel YouTubers waar talkshows en zo wel over gaan praten op het moment dat dat uitlekt. Ja, waarom heb je het überhaupt gedaan? Ik denk dat ik zo misschien bekender kan worden. Ik weet wel dat je niet per se heel erg goed bekend wordt als je zulke soort rare dingen gaat doen. Het is niet dat mensen denken, oh echt vet dat die gast dat doet. Nee, maar het is wel een manier om bekend te worden en ik zou eigenlijk niet weten wat een andere manier zou zijn. Dus ik dacht, dit is wel een van de makkelijkste manieren. Ik vind het niet erg als jij bekend wil worden, alleen omdat je dit hebt gedaan, word je sowieso niet meer goed bekend. Snap je? Want ik kan nu wel gaan zeggen, oké, dan ga ik je bekend maken. Maar je bent al die gast die naaktfoto's van YouTubers maakt. Dus het heeft geen zin om nu nog bekend te worden, want je wordt alleen maar, zeg maar, negatief bekend. Snap je? Dus mensen gaan je alleen maar haten omdat je YouTubers die hard werken voor wat ze bereikt hebben, de kop indrukt omdat je zulke soort fucking weirde foto's aan het maken bent. Dat heb je gedaan. Dus dat is niet zomaar iets wat weggaat en dat mensen denken, oh, maar nu is hij bekend. Dus nu vind ik hem vet. Ik vind het sowieso chill dat ik in je huis mag zijn en even met je kan praten. Ik vind het onacceptabel. Al helemaal omdat je blijkbaar echt gewoon bijna een fotoalbum aan YouTubers hebt. Kan ik het zien? Klinkt een beetje raar dat ik dat wil. Maar ik moet het even zien om te geloven dat het ook echt zo is. Ja, mijn telefoon moet omkijken. Dit is niet oké. Mensen, het is niet oké. Deze gast is gek en zo. Deze gast is niet goed. Jezus. Jongen. Kan ik gewoon swipen? Tering. Ik heb ongeveer 4 van jou. Ik heb ook nog die op het moment zelf op een paar verwijderd. Daar was het niet goed te zien. Maar dit is toch raar, jongen, dat je dit doet? Het staat er nergens op. Je hebt zoveel... Dit is gewoon echt... Dit mag je niet eens doen, volgens mij. Dat mag gewoon niet. Wat was je plan hiermee dan? Uitgeven door aan bekend aan het toetrekken. Maar uitgeven aan wat? Online gooien en misschien wel handen van. Zo'n soort foto bijvoorbeeld als dit. Stel dat ik hier zou gaan staan en door het raam zo'n foto van jou zou maken.
Ja. Naakt, dat is toch ook arilex? Maar jullie zijn bekend. Maar dat boeit helemaal niks. Want het is gewoon, het zijn wel allemaal mensen, hè? Weet je, ouders dat je dit hebt gedaan? Nee. Dit is sowieso een van de kutste dingen die je kan gebeuren, hè? Als zijnde iemand die een beetje bekend is. Ja. Kan ons best wel kapot maken, weet je? Ja. En dat moet je wel een beetje beseffen. Je ouders keuren dit sowieso niet goed. Natuurlijk niet. Niemand keurt dit goed. Staan alleen op deze telefoon. Je hebt geen kopie of zo. Nee, alleen deze. Dus alleen hierop staan. Ik ben kapot. Oh. Wacht even. Even een stukje rijden. Oh. Dit is crazy. Oh. Holy shit. Nou, ik heb volgens mij al 6 straten doorgered. Zoek naar mijn auto. Ik kon mijn auto niet meer vinden. Oh, dat ik dit gedaan heb. What the fuck? Deze gast is niet oké. Okay. Deze jongen heeft foto's van mensen. Dat is niet te doen. Ik heb zijn telefoon. Ik ga de foto's nu verwijderen. Slechte nieuws is, ik ben net dat ik mijn tas niet eens heb. Ik heb mijn jas gepakt. En toen ik mijn jas pakte, toen hoorde ik die deur achter me. Dus toen rende die me achterna. Maar ik heb in ieder geval zijn telefoon. Ik ga die foto's verwijderen. Ik ben net gewoon bij een jongen geweest. Niet goed in zijn hoofd is, hè. Zijn ouders weten niet eens dat hij dit doet. Ze staan allemaal op deze telefoon. Volgens hem heeft hij geen kopieën. Ik heb hem gevraagd, staat dit nog ergens anders? Hij zei nee, ik ga nu gewoon naar huis. En als ik thuis ben, dan ga ik de boel verwijderen. En dan zie ik wel even wat er gebeurt. Maar ik kan gewoon even niet goed nadenken meer. Oh man! Dat is by far het raarste dat ik ooit heb meegemaakt. Yo, Kelvin was good. Ik ben net thuis. Net voordat ik thuis was, dus onderweg, ben ik gebeld door mijn manager. Die zei, Kelvin, ik heb een mail gekregen. Daar word je niet blij van. En mijn manager heeft gevraagd, wat de fuck heb je daar gedaan? Ik heb gezegd, ja, ik heb gewoon zijn telefoon meegenomen. Hij heeft geen kopieën, dus zo hebben we het opgelost. Mijn manager heeft het mailtje doorgestuurd. Ze zei, kijk alsjeblieft even, want dit is niet goed. Dus ik heb een mailtje hier. Ik zie 6 foto's van andere YouTubers, naakt. Met daaronder de tekst, hey, Kelvin heeft vandaag mijn telefoon gejat. Ik zou graag willen dat hij hem vandaag terugbrengt. Als hij dat niet doet, maak ik deze foto's openbaar. Dit is niet oké. Dit is echt... Oké. Nou, dan gaan we terug.